Welkom bij Telbo Graafse Materialen. Dit is onze toonzaal waar wij verschillende soorten machines kunnen demonstreren. In dit filmpje van vandaag gaan we een goudfolie op snee demonstreren. Goudfolie op snee, dat is folie die we drukken op de rand van papier of karton. Het geeft een heel mooi resultaat, een heel luxueuze afwerking, maar er is een beetje oefening bij gebaat. Oefening waard kunst. Wat heb je allemaal nodig? Een schuurmachine, een stofzuiger, het systeem om de folie te verwarmen, zodat de lijn zich vasthoudt op het papier of karton, een klem om je blok papieren vast te zetten, een schaar en de juiste folie. Om te beginnen maak je dus eerst je blokje vast in de klem. Probeer dit zo nauwkeurig mogelijk te doen. Hoe beter je dit doet, hoe minder schuurwerk dat je gaat hebben. Want het is heel belangrijk dat de blok, papier of karton, netjes en gaaf is. Je mag geen niveauverschillen hebben. Daarvoor heb je het schuurmachientje nodig om de laatste oneffenheden weg te schuren. Als je dus kan, kan je eventueel met een triltafel er al voor zorgen dat je papierblok netjes en egaal is. Als je dat niet hebt, probeer je dat met de hand en een effen tafel zo goed mogelijk te kloppen. Je zet het vast en dan begin je te schuren, zoals wij het gaan doen. Als je dus voelt met je hand dat er nog ribbeltjes zijn of oneffenheden, moet je nog even verder schuren. Ook als je een lijn in het papier zou zien lopen, wil dit zeggen dat niet al het papier even hoog is. Het moet dus echt volledig vlak zijn. Dat is heel belangrijk. Zo. Als je klaar bent met schuren, dan neem je even de stofzuiger. Want het is ook heel belangrijk dat je alle stofresten wegzuigt. Omdat die in de weg zouden kunnen zitten van de lijn. Als je dat allemaal gedaan hebt, dan neem je de folie en snij je een stukje af op ongeveer de juiste lengte. Leg het over de bundel, over de blok. Zorg ervoor dat er geen kreukjes in zitten. Dat maakt het altijd meteen netter. En als je begint met het folierolsysteem, is het belangrijk dat je van de ene kant naar de andere kant mooi rechtdoor werkt. In het begin zet je druk, maar nog niet overdreven veel druk. Op het laatste moet je heel veel druk zetten, omdat de lijm zich dan beter hecht op de rand van het papier of van het karton. Okay. Zo gaan we te werk. Je begint aan één kant. En dan ga je gewoon rustig aan naar de andere kant. Voilà. En dan keer je terug. En zo ga je een aantal keer over en weer. En je schuift ook een beetje op met de rol, om dan op de andere plaatsen ook een beetje meer druk te geven. Heel belangrijk zijn de randen. Dan zet je je rolletje een beetje schuin. Zo. En ook aan de andere kant. Voilà. En daar doen we dit nu echt met heel veel druk. Want dit is echt belangrijk dat de lijm zich goed kan vasthechten op het papier. Voilà. Dan mag je rustig een paar keer overleggen. Dus het is wel wat arbeid, maar hoe nauwkeuriger je werkt, hoe deftiger je werkt, hoe harder je werkt, hoe beter het resultaat. Voilà. Goed, dan gaan we nu kijken naar het resultaat. Zo, nu gaan we dus rustig aan, haast en spoed is zelden goed in dit geval, rustig aan de folie los trekken. En rustig aan betekent echt rustig aan. Je moet niet te snel gaan. Zo. Als je ziet dat er nog een plekje op de folie zelf niet weg is, kan je hem altijd even terugleggen en er opnieuw over gaan. Zo. We gaan rustig aan. Zo.
Voilà. En dat is een heel mooi resultaat. Het volgende, heel belangrijk. Als je de bundel nu wil wegnemen, hou je hem met één hand vast. Je maakt de klem los. Je blijft hem netjes vasthouden. Je mag die niet zomaar laten vallen of ermee schudden of kloppen. Want dan zou het kunnen gebeuren dat op sommige plaatsen de folie losscheurt. Dus je neemt de bundel er in één stuk uit. Je houdt hem vast. En je legt hem hier op de zijkant van een tafel. Zo, dan haal je eerst het bovenste stukje eraf. En dan haal je het onderste stukje eraf. Zo, voilà. Als je stofresten hebt, dan kan je die gewoon wegblazen. Geen probleem. Belangrijk is nu dat je een S-beweging maakt met je bundel. Zo. Zo komt de folie van elk blaadje mooi los van het andere blaadje, zonder dat hij eraf haalt. Voilà. En dit is klaar. Dus je ziet heel veel stof, dus je gaat echt wel een stofzuiger nodig hebben. Voilà. En zo heb je heel veel stof. Leuk, hè? Maar zo heb je een mooi resultaat van de folie.